Jeremy, allereerst gefeliciteerd dan met het eerste punt. Voelt het als een gewonnen punt of toch twee verloren? Ja, voelt wel als een gewonnen punt. Zeker omdat je de eerste paar wedstrijden hebt verloren, ben je toch blij met deze ene punt. Ja, jullie hadden in de eerste helft, maar ja, jongens het trouwens ook, best wel moeite om de goal te vinden. Waar zit hem dat in? Dat je die schoot eigenlijk net niet tussen de ballen krijgt? Ja, ik weet niet, ik denk een beetje slordigheid en te graag willen scoren, dat moet je ook niet hebben. Gewoon net zo de tweede helft, gewoon rustig blijven en dan vliegt hij er vanzelf in. Ja, dan vliegt hij erin. Het is niet de mooiste goal. Hoe zag hij eruit vanuit jouw oogpunt? Ja, ik gaf hem voor en volgens mij via Pedro op Fabiens hoofd, dan begint hij erin. Ja, geen prachtgoal. Daarvoor had jij nog wel een hele mooie kans. Je had veel ruimte ook iedere keer om vanaf rechts naar binnen te trekken. Ja, klopt. En nu zag ik dat ik wel heel veel ruimte had, dus ik schoot. Maar hij ging er helaas net niet in. En dan vliegt zo'n bal uiteindelijk over. Daarna krijgen jullie nog een paar kansen. Dat afronden op het einde, is dat dan toch dat je misschien een beetje te gehaast bent? Of het idee van, er valt 3 punten te halen opeens? Ja, ik weet niet zeker. Omdat je 1 keer hebt gescoord, wil je gelijk nog eentje maken. En dan wil iedereen te graag scoren. Ja, en als je dat doet, dan gaat het niet lukken als je te graag wil scoren. Je moet geduld hebben, dan gaat hij er vanzelf in. Ja, dan nog een curieus momentje wat misschien voor jullie ook even meegespeeld. Er komt een speler in, Maxime Gullit, 87e minuut, 88e minuut eerste geel, 89e minuut tweede geel rood. Is dat dan nog zoiets dat je dan opeens denkt van, wacht, we hebben ze nu in zo'n hoek waar de klappen vallen. Ze zitten er mentaal misschien een beetje doorheen of leek dat helemaal niet zo in de wedstrijd? Ja, ze spelen dan met 10 man en dan kan je gewoon aardig druk zetten. Dan hebben we denk ik goed gedaan. En helaas dat de tweede goal er niet in ging, maar op naar volgende week. Ja, dan volgende week een nieuwe wedstrijd. Toch nog eventjes over deze week. Het is eindelijk zo'n eerste punt. Is het dan verlossend dat hij dan nu er uiteindelijk toch is? Ja, zeker. We zijn heel blij met deze punt. Het is beter dan niks, dus ik hoop dat er meer punten aankomen voor ons. Ja, wat mij opviel ten opzichte van afgelopen week is dat jullie toch iets meer de accent op de verdediging hadden gelegd en er op de counter uit proberen te komen. Nu hebben jullie de snelle jongens daarvoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie voorin op een gegeven moment zoiets hebben van, we willen toch wat vaker de bal. Ja, maar dat is een beetje afwisselend. Soms willen we de bal aan de voeten, maar ja, wij spelen liever op de counter omdat Zeki en ik aardig snelheid hebben om de bal achter de verdediging te krijgen. Heb je voor jezelf dit seizoen nog een paar doelen gezet dat je zegt van, oké, ik heb nu een quasi-assist. We schrijven er maar aan jou en aan Pedro toe. Zoiets van, aan het einde van het jaar wil ik dit bereikt hebben? Ja, sowieso meer goals dan vorig seizoen en meer assisten. En als er een transfer volgend seizoen aankomt, dan zou dat ook wel mooi zijn. Want deze zomer blijf je? Ja, dat denk ik wel. Ja, het is toch lang tot maandag, hè? Ja, dat klopt.